Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. In de vorige video's hebben jullie kunnen zien dat de chat cartridge voor de Commodore 64 aardig goed begint te werken. We kunnen nu over wifi en over het internet chatten met andere Commodore 64's met behulp van een handige cartridge. Maar die connector in de user port, dat zit me echt niet lekker. Dat ding is veel te onhandig en veel te lelijk. Dus ik heb de afgelopen weken gewerkt aan een oplossing die gebruik maakt van de seriële bus. Deze connector. De seriële bus is, zoals de naam al zegt, een bussysteem. En dat wil zeggen dat meerdere apparaten worden aangesloten op dezelfde communicatielijnen, maar die apparaten reageren alleen als hun specifieke ID voorbij komt. Gebruikers van de Commodore 64 die weten wel dat je een disk drive kan aansluiten op de seriële bus. Maar aan de achterkant zit nog zo'n connector. Dus hier sluit je de seriële bus aan. En hier heb je weer een connector waarop je het volgende apparaat kan doorlussen. En zo kan je meerdere disk drives of bijvoorbeeld een printer aansluiten. Allemaal op dezelfde bus door ze met elkaar door te lussen. Op mijn Commodore hier heb ik twee disk drives. Dit is device 8. En hiernaast, dat is device 10. De adressen lopen in theorie van 0 tot 30, maar adressen 0, 1, 2 en 3 kan je niet gebruiken. Dus in de praktijk heb je 4 tot en met 30 die je kan gebruiken. Dus je zou in theorie 27 apparaten kunnen aansluiten, maar al die apparaten die trekken natuurlijk een klein beetje stroom uit die bus. En de bus kan in totaal maximaal 40 mA leveren. Dus dan zou je in de praktijk gebonden zitten aan een maximum van 7 tot 8 apparaten. Nu ben ik dus aan het experimenteren met die bus en ik heb een Arduino Uno aangesloten op de seriële bus. Dus deze lange kabel die loopt uiteindelijk naar de achterkant van deze disk drive. Kijk, daar zit hij. Dus mijn seriële bus begint natuurlijk hier, gaat dan daar naartoe, dan hier naartoe en uiteindelijk gaat hij naar deze Arduino. Dit is device 8, device 10 en device 21. De Commodore 64 is altijd de busmaster. Die is altijd baas over de bus, de busbaas. Die Arduino die kan dus nooit zeggen tegen die Commodore van ik heb een bericht voor je. De Commodore moet altijd vragen, heb je een bericht voor me? Antwoord graag en dan kan hij antwoorden dat hij wel of geen bericht heeft. En zo werken al die apparaten op de bus, ook printers. De Commodore is altijd de baas en al die apparaten zijn slaaf van de meester. Nu wilde ik dus die Arduino Uno, later een Nano hoor, maar ik wilde die Arduino Uno gaan gebruiken als een van de slaves op de seriële bus. En toen ik die software ging schrijven hiervoor, ja, toen kwam ik erachter dat het een hele ingewikkelde klus is. Want dat protocol is geen standaard protocol, het is nooit een standaard geworden. Het wordt alleen gebruikt door Commodore. En het is erg ingewikkeld, omslachtig eigenlijk. Ik heb veel gelezen over die bus. Ze noemen het ook wel de IEC-bus of gewoon de Commodore-bus. En gelukkig kwam ik toen dit project tegen. Dit is Uno to IEC. Speciaal gemaakt dus voor de Arduino. En IEC, dat is dus die bus waar we het over hebben. Met dit project kan je een Commodore disk drive simuleren op je PC. Op zich heel erg interessant, maar ja, net niet wat ik nu nodig heb. Maar ik kan het wel gebruiken als basis. Maar het is eigenlijk zo interessant dat ik dit later misschien nog een keertje ga uitzoeken. Want je kan hiermee dus programma's inladen op je Commodore 64 vanaf de PC. Die Arduino die bemiddelt tussen PC en Commodore 64. Dus die Arduino die handelt die seriële buscommunicatie af. En de PC levert gewoon de programma's aan en de spelletjes en wat je maar wil. Erg interessant dus. Dit is het testprogramma wat ik net even gauw heb ingetypt. En ik open hier op device 21 een bestand en dat heet datafile. En het krijgt hier het nummer 3. Dat is het filenummer. Want zometeen wil ik graag schrijven naar die file. En in de Commodore gebruik je dan niet de filenaam, maar je gebruikt het ID van de file. Dus ik zeg hier print naar nummer 3, dus naar die file. Stuur ik deze data 1, 2, 3, 4, 5, huppeldepup. En daarna in de volgende regel stuur ik nog meer data. Allemaal naar bestand nummer 3. En dan zeg ik close 3. Nou, prachtig.
In de Arduino ziet het er zo uit. Ik ga hier zitten luisteren naar data. Data listen. Ik heb namelijk op de bus eerst gehoord dat ik moet gaan luisteren. En dat staat hij dus braaf te doen. En dan gaat hij hier een loopje in. Hier een loopje. En daar hengel ik alle karakters byte voor byte naar binnen. Hier. En dan vul ik dus een buffer. Die wordt hier gevuld. Net zolang totdat de Commodore heeft aangegeven dat de laatste byte onderweg is. En dat is hier. En daarna is de buffer compleet. En dan print ik nu eventjes die data naar de seriële poort. En dan kunnen we dus zien in de seriële monitor hoe dat eruit ziet. En we verwachten dus zoiets, hè. We verwachten dus data, data, die getalletjes en dan nog meer data. Dus, run. Kijk, dat was het al. Data, data, getalletjes, nog meer data. En je ziet dat het razendsnel gaat. En dat is heel positief. Dit gaat veel sneller als die communicatie over de user port. Maar ja, dat is niet helemaal eerlijk, want dat was 300 baud. Dus ik had ook wel wat tijd kunnen investeren om dat een beetje sneller te maken. Maar zoals ik al zei, ik wil af van de user port. Ik wil dit gaan doen. Dus zo kan ik data sturen vanaf de Commodore naar de Arduino. Dit is een programmaatje om data te kunnen lezen vanuit een file. Dus ik open weer op device 21 de datafile. En dan ga ik met input karakters binnenhalen van de disk drive naar de Commodore. En die print ik af. En dan lees ik hier het statusregister uit. En zolang dat 0 blijft, kunnen we terug om het volgende karakter op te halen. Want dan hebben we blijkbaar nog geen end of file ontvangen. Nou, en op de Arduino ziet het er zo uit. Ik zit hier in de data talk procedure. Want de busmaster heeft mij aangewezen als talker. Dus ik moet iets gaan zeggen. En ik ga dus dit terugsturen. Dit is een testregel van 40 lang. En hier heb ik een loopje waarin ik steeds het volgende karakter stuur. En als laatste stuur ik het end of file karakter. Dus we gaan zien hoe dat eruit ziet. Nou, daar heb je hem al. Dit is een testregel van 40 lang. Nou, fantastisch. Ik moet die kleine basic programma's nu natuurlijk gaan omzetten naar assembly. En dan kan ik ze gebruiken als functies in mijn chatprogramma. En ik wil nu eigenlijk een soort snelheidstest gaan doen. Ik wil nog even de oude situatie aansluiten. En dan even het message ID op 0 zetten. Zodat ik alle oude berichten binnenkrijg. En dan ga ik opmeten hoe lang dat duurt. En dan wil ik de boel omschrijven naar deze nieuwe functies. Met de Arduino Uno ertussen. En dan ga ik eens kijken hoe lang het dan duurt om al die berichten binnen te halen. Nou, en de theorie zegt dat het ongeveer toch wel meer dan 10 keer zo snel moet zijn. Want eerder communiceerden we op 300 baud. En dat komt neer op ongeveer 37,5 byte. Dus karakters ongeveer. Per seconde, maar we moeten nu wel kunnen communiceren met 400 karakters per seconde. Dus dat is toch wel echt wel meer dan 10 keer zo snel. Dus eerst de oude situatie. Er gaat iets niet helemaal goed, want die kleurtjes horen niet allemaal groen te zijn en ik zie elke keer een underscore karakter hier voor de naam staan en dat hoort niet zo. Maar ja, ik denk dat ik wel weet hoe het komt, maar dat maakt voor nu even niet uit, want het gaat nu alleen maar even om de snelheid en dat ziet er wel gewoon normaal uit. Misschien wel even leuk om te laten zien. Ik maak nu gebruik van een echte assembler op de Commodore 64. Want eerder maakte ik gebruik van deze cross-compiler of cross-assembler. Relance 64. Maar die IEC-bus die kan je niet simuleren op de PC met VICE. Dus dat moet ik soms even testen met echte hardware. Dus daarom heb ik nu in de Commodore deze compiler geladen. En dan kan ik een testje doen door de SID op te halen, de netwerknaam van de wifi
vanaf de Arduino. Dus dan doe ik hier in de compiler 3, dan wordt het gecompiled en dan doe ik start. En dan heeft hij nu hier bovenin heeft hij opgehaald Black Pearl. Ja, je kan het niet laden, je kan het niet echt goed zien, want de tekst is nogal verbasterd. Maar dat geeft niet, dit geeft wel aan dat de test gelukt is, dat ik dus over de IEC-bus nu die netwerknaam heb opgehaald. Dus nu weet ik dat deze code in principe goed is. Dus dit kan ik nu gebruiken als input voor mijn cross-compiler hier. Om hetzelfde te proberen en dat dan te branden op een cartridge en kijken of het dan nog steeds werkt. En dat is heel tijdrovend, hè. Elke keer die cartridge programmeren is behoorlijk tijdrovend. Dus daarom is het handig om het soms even te testen. Kleine dingetjes met de echte hardware. En in de nieuwe situatie duurt het dus maar 1,5 minuut. In plaats van meer dan 10 minuten. Nou, dat is dus een gigantische snelheidswinst. En ik zal het ook nog even naast elkaar laten zien. En dan is die oude snelheid eigenlijk niet eens meer acceptabel. Een beetje retro gevoel is leuk, maar er zijn natuurlijk wel grenzen. Nou, het is een hele strijd geweest om zo ver te komen. Het communiceren over die IEC-bus, dat is behoorlijk ingewikkeld. En ik heb tot nu toe alleen nog maar het deel van de software herschreven om die berichten allemaal op te halen. Want dat was nu voor het filmpje even het belangrijkste. Dus ik moet de rest nog omschrijven, maar dat is allemaal eenvoudiger als dit. Want die berichten ophalen, dat gaat via de website en daar zit dus wat extra vertraging op. Dus daar moet je in de communicatie wat rekening mee houden. Want ik wil daar natuurlijk niet op gaan zitten wachten. Dus eigenlijk haalt hij van tevoren al een bericht op. En als hij dan de volgende keer vraagt of er een bericht is, dan pas krijgt hij hem voor zijn kiezen. Ik heb inmiddels ook het printplaatje ontworpen voor de nieuwe cartridge. En ik heb er 10 besteld. En daarvan ga ik er 8 verkopen. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, laat dan alsjeblieft even een berichtje achter hier beneden in de comments. Niet dat ik je dan ga verplichten om hem ook te kopen. Want ik weet nog niet eens wat die gaat kosten. Maar dan heb ik een beetje een idee of er animo voor is. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.